Het woord is aan Nico Dijkshoorn. Ik heb er een gewoonte van gemaakt om aan het eind van het jaar andere Volkskrant-columnisten een klein duwtje in de rug te geven. We dineren één keer per jaar, zo vandaag, vanavond dus, en dan hopen we allemaal dat we niet naast Arnon Grunberg zitten. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat er buiten deze middag om persoonlijk contact is. Ik heb ze daarom allemaal een mailtje gestuurd. Ik lees er een paar voor. Dit mailde ik naar Peter Buwalda. Ha Peter, is je nieuwe boek nou al klaar? Ik weet dat je een werktitel hebt, maar mocht je omhoog zitten, of mocht je het gewoon even niet meer weten, dan mag je deze gebruiken. De altijd moeilijke tweede. Succes! Max Pam schreef ik. Hoi Max, als ik je zo mag noemen. Ik hoorde net bij De Wereld Draait Door dat ze voortaan Ali B en Willeke Alberti schaakwedstrijden gaan laten uitleggen. Ik heb nog wel tegen ze gezegd, Max Pam heeft in zijn column geschreven dat hij dat ook heel graag wil doen. Maar ze willen niet iemand met een zwart strikje. Het heeft dus verder niks met jou persoonlijk te maken. De laatste mail, die schreef ik aan Bert Wagendorp. Beste Bert, ik hoor net via dat de man van Beatrice de Graaf alleen aan een tafeltje is gesignaleerd in een Chinees restaurant. Misschien kan je daar iets mee.